Want de Graafschap staat voor het eerst dit seizoen onderaan in de Eredivisie. En Vitesse, ja, dat won niet van degradatiekandidaten Emmen en NAC. Gaan we over praten met twee verdedigers. Michael van der Werf van Vitesse en Leroy. Ik ga het nu goed zeggen, Owusu van de Graafschap. Ik ben de hele dag aan het stoeien met jouw naam. Michael van der Werf, ja, je zat de laatste tijd vooral op de tribune. Hoe is het met je? Gaat goed. Moet je wel de microfoon eventjes bij je mond houden. Ja. Nee, gaat goed. Ik train weer 2 dagen al met de groep mee. En ja, morgen zit ik weer bij de selectie. Ja, vorig seizoen had je ook al problemen, hè? Met je knie heel lang niet gespeeld. Word je daar nou niet gek van? Ja, op een gegeven moment wel natuurlijk. Maar je weet dat je verder moet. Want ik ben nog jong genoeg om te voetballen. En dan op het moment dat je denkt van ik stop ermee, dan pak je je schoenen weer en ga je trainen. En dan weet je dat alles ook wel weer goed komt. Het is nooit een moment geweest dat je dacht van wil ik dit nog wel, ga wat heel anders doen. Nee, natuurlijk niet. Daarvoor hou ik veel te veel van voetbal. Leroy, jij kwam afgelopen zomer over naar de Graafschap. Je staat altijd in de basis. Klopt, hoe vind je zelf dat het gaat? Op het veld. Ja, zoals ik net al zei bij de radio, persoonlijk denk ik wel goed. Doe mijn ding, denk ik wel. Als team ja, is het wat moeilijk. We staan onderaan inderdaad. We wisten vooraf dat het moeilijk zou worden en ja, dat blijkt ook. Ja, want jij bent een van de weinige aanwinsten bij de Graafschap die het niveau wel haalt. Ja, dat hoor ik vaker, ja. Dus dat is mooi. Zondag, dan speel je met jouw clubpie tegen Ajax, hè? De club waar je sinds je jeugd voor hebt gespeeld. Ja. Is dat nou een hele bijzondere wedstrijd voor jou? Ja, dat is wel bijzonder. Ja. Dat shirt heb je heel lang aangehad. En om daar nu dan tegen te spelen in de arena, ja, dat is gewoon leuk. Ja, je bent volgens mij geboren in Purmerend. Ja, klopt. Dus altijd gespeeld bij Ajax. Was een beetje cultuurshock, denk ik, toen je in de Achterhoek kwam. Was wel even wennen, ja. Klopt. Ja. Waar moest je het meest aan wennen? Ja, het is gewoon rustig. Het is rustiger. Het is anders. Ja. Ik kan het niet echt heel goed omschrijven. Maar ja, het is open. Minder gebouwen. Op straat is het wat rustiger. Dus dat is wel even wennen. Even over zondag dan. Ajax, ongeslagen in de Champions League. Jij zat woensdagavond vast voor de buis. 3-3, ja, Bayern. Ik denk, als klein Ajax-ietje was dat jouw droom ooit, toch? Te spelen met Ajax in de Champions League? Ja, tuurlijk. Van wie niet? Dus dat was leuk om te zien. Ik ken ook een aantal van die jongens. Dus het was leuk om die wedstrijd te zien. En hoe goed ze het deden. Het is de Graafschap geworden. Het is de Graafschap geworden. Ik weet niet hoe goed je geïnformeerd bent, maar ze hebben nog nooit gewonnen bij Ajax. Ja, dat wordt ook dit keer weer moeilijk, maar we gaan er alles aan doen. Hoe ga je dan zo'n wedstrijd in? Hoe hebben jullie het daarover? Ja, iedereen weet van tevoren gewoon dat het moeilijk is. We zijn wel realistisch. Ze zijn ook in vorm. Dus hoe ga je zo'n wedstrijd in? Je bent sportman, je probeert gewoon 100% te geven. En je weet het nooit. Klopt het dat Henk de Jong jullie trainer een belofte heeft gedaan? Dat mochten jullie een punt pakken in Amsterdam dan? Daar heb ik nog niks over gehoord. Oh, ik heb begrepen dat jullie dan met z'n allen de stad ingaan. Nou, hoef je niet op voor te bereiden waarschijnlijk. Michael van der Werf voor Vitesse. Geen Ajax, wel VVV. Dat is tegenwoordig moeilijk genoeg voor jullie, hè? Ja, nou, de laatste 2 wedstrijden hebben we het niet heel goed gedaan inderdaad. Vooral moeite gehad met dat soort tegenstanders, dat klopt. Ja, hoe kan het dat Vitesse juist punten morst tegen degradatiekandidaten? Dat is moeilijk te verklaren. Als je kijkt naar de laatste 2 wedstrijden, denk ik wel dat we echt aan onszelf te danken hebben. Te veel kansen gemist en met name die penalties natuurlijk. Dan ligt winnen en verliezen wel heel dicht bij elkaar. Ja, voorafgaand aan dit seizoen werd gezegd, we gaan de top 3 aanvallen. Nu staan jullie teleurstellend 7e op 13 punten van de nummer 3. Was dat dan te veel grootspraak of moet ik dat zien? Dat is denk ik geen grootspraak geweest. Als je dan kijkt naar die laatste wedstrijden, dan zijn dat 5 puntjes die we echt verloren hebben. Echt cadeau hebben gegeven. En tel die 5 punten erbij, dan sta je er eigenlijk heel goed voor. Ja, Slutsky zei, maar ook Vreese riep dat heel vaak. Het is een mentale kwestie bij Vitesse. Goed, kijk, dat is moeilijk. Ik bedoel, we laten vaak punten liggen tegen die tegenstanders. Dat klopt inderdaad. Alleen, ja, wat ik zei, als je kijkt naar de kans die we gecreëerd hebben, dan heeft dat niet echt iets met mentaal te maken. Denk. Dat is gewoon op het juiste moment die kansen maken en een penalty scoren. Ja, het heeft niet te maken met mentaal zwakke spelers in Arnhem. Ja, kijk, ik kan niet zeggen dat je mentaal zwak bent als je een penalty mist. Ik bedoel, waarschijnlijk van de 10 gaan er 8 of 9 in. Ja.
Ja, Leroy. Vitesse morst punten tegen degradatiekandidaten. Ja, daar staan jullie volgende week, spelen jullie thuis tegen Vitesse. Nou, die punten zijn binnen. Nee, dat zeker niet. Ze hebben een heel goed elftal, goede spelers. Dus als dat eenmaal loopt, is het gewoon een hele moeilijke wedstrijd. Maar je ziet dat ze kunnen verliezen van NAC, gelijk tegen Emmen. Dus we hebben zeker kans. Ja, de Vijverberg is al wekenlang uitverkocht. Ja, dat is toch een wedstrijd die leeft, hè, bij jullie? Ja, ze zijn er klaar voor. Ik had gezien dat het uitverkocht is. Dus ja, dat geeft ons alleen maar motivatie. Mooie wedstrijd. Ja. Is dat voor jou dan ook zo'n wedstrijd waar je naar uitkijkt? Ja, het is altijd leuk als het vol zit. Het zit bijna altijd vol. En voor het publiek is dit speciaal, dus dan is het voor ons automatisch ook speciaal. Ja, we kijken even naar wat archiefbeelden. Ik zie het, ja. Nou weet ik dat die wedstrijd anders leeft in Arnhem, Michael. Ja, dat klopt. Voor ons is natuurlijk de derby tegen NEC vooral een hele belangrijke. Die is er dan dit jaar niet. Evengoed is dit een hele mooie wedstrijd. Hoor. Met de Graafschap uitspelen is gewoon ook als tegenstander mooi. Want je weet... is dat lekker spelen op de Vijverberg? Ja, eigenlijk wel. Hè. Je weet zeker dat je in een vol stadion speelt met veel sfeer. Dus ja, dat is alleen maar leuk. Het uitvak zit overigens ook helemaal vol. Dat dan weer wel. Ja. Daar ga ik wel vanuit, ja. Ja, maar ja, als het dan allemaal niet zo lekker gaat en je komt dan op zo'n kolkende Vijverberg, want er kunnen er wat van in Doetinchem, is dat ook niet heel lastig? Ja, goed, kijk, er is een vijandige sfeer daar, dat is zeker waar. Misschien kom je dan op het mentale gebied, wat jij net aanhaakte. Ja. Ja, dan moet je sterk in je schoenen blijven staan en zorgen dat je op zoek gaat naar die 1-0. En vaak is het zo, als wij de 1-0 maken... Ja, dan wordt het ook wel 3 of 4-0. Over sterk in de schoenen staan. Ja, de Graafschap is hekken sluiten. Hoe houd je de moed erin? Ja, ik zei het al. We wisten van tevoren dat het moeilijk zou worden. Dus misschien is dat wel onze kracht. Wij blijven gewoon rustig. We staan laatste. Voor ons is dat geen ramp. En ja, we willen omhoog. Dus daar gaan we alles aan doen. Maar ja, voor een andere ploeg als die laatste staan is het al gauw paniek. En dat is bij ons niet. Iedereen is gewoon mooi rustig. Nog geen paniek? Nee, zeker niet. Gaat goed komen? Ik denk dat het vertrouwen goed gaat komen. Jawel, zeker. Ja? Ja. Eerst even Ajax pakken, zondag. Pakken wordt lastig, maar ja, we gaan er alles aan doen. Ja. Michael, de kerstperiode komt eraan. Dan kan ik een hele flauwe grap maken. Bank hangen, dat heb jij wel gehad. Wat ga je doen met kerst? Lekker tijd met de familie doormaken en leuke dingen doen. Eerst nog even winnen van VVV. VVV, dan nog een bekerwedstrijd en dan de Graafschap, hè? Ja. Heel veel succes, beide. Ja, yes, dankjewel. Dankjewel.